Hallo iedereen, ik ga jullie dit handgreepje laten zien hoe je dat moet maken. Deze. Nervenzover heb je nodig. Een bord, stiekjes en een haaknaald. Je hebt je bord zo nodig, zodat het zo staat. Je hebt vier pionnetjes nodig. Of hoe je het anders wil noemen. Dan doe je hier zo een kruisje. Hier zo ook. Hier zo ook. En hier zo ook. Je kan het ook op je potlood zetten, maar ik doe het gewoon op een pen. Dan pakken we wat rode stiekjes en die doen we gewoon altijd met de klok mee. En die doen we gewoon normaal erop. Zo. Alles heel eventjes aanduwen. En dan pakken we gele stiekjes. En die doen we ook weer met de klok mee erop. Ook weer gewoon helemaal normaal. Vanaf nu moet je gewoon alles helemaal normaal maken. Zo. En nu pakken we deze twee roze. Dat was het 1 en. Oh. En 2. En 2. Nu laat ik er nog een keertje van de zijkant zien. En nu pakken we weer gewoon blauwe. Nu zetten we het zoals alle anderen gewoon normaal weer op. En dan doen we precies hetzelfde zoals ik net ook weer deed. De twee rode eroverheen. Hier is ook de twee rode eroverheen. Twee rode eroverheen. Twee rode eroverheen en ben je klaar. Als je heel even aandrukken. En dan gaan we weer rode plaatsen. Geen roze, want die zijn nu op. Die heb ik als beginnetje gebruikt. Oh ja, en je hebt zo'n bord nodig. Of met blauwe dingen. Hier zo 2 en hier zo 2. En nog 1 lange heb je dan. Maar je moet een verstelbaar bord hebben die je uit elkaar kan halen. En ook heel makkelijk snel breekt. En dan gaan we weer eventjes verder. Mag ik even weten? Als het lukt om mij nog. Als het eindresultaat is, dan.
dan pakken wij weer de gele. En je hoort iets op de achtergrond, maar er maakt niet zoveel uit. En nee, dat is niet mijn zusje Danique. Zo, dan heb je weer alle gele eroverheen. En ja, mijn bord is kapot. En dan doen we weer gewoon normaal gele eroverheen. Nog steeds met de klok mee. Altijd gewoon met de klok mee. Dat is het handigst. En dan pak ik weer de blauwe. En dit is de laatste keer dat ik het laat zien. Want dan ben ik zo meteen terug als die lang genoeg is voor de haaknaald. Dus tot zo meteen. Zo, nu is die bij mij groot genoeg voor dit pennetje. En dan trekken we hier zo weer aan. Aan dat flubber dingetje. En dan zou die langer moeten worden. Maar ik heb hem net zo uitgerekt, dus hij is al langer bij mij. En dan stop je dat pennetje. En eigenlijk is dat... Ja, ik zeg het niet omdat er misschien kleinkinderen kijken. Maar ja, de grote snap het wel. Denk ik. Dus ja. Ik vind het ook zelf heel erg smerig. En... Zo, dan pakken we deze gewoon en die doen we ook weer overheen. Gewoon nog steeds twee bandjes. Alle twee de bandjes. En ik zei net ook al, je kan het ook op een potlood doen, maar ja. Dat gaat hetzelfde als een pennetje. Zo, nu moet je heel goed opletten. Want deze... Nee, ik begin met deze. Die doe je zo eroverheen. Deze doe je ook zo eroverheen. Deze doe je eroverheen. En deze ook. En dan kan je hem nog iets naar onder doen. En dan heb je zo een dingetje. Ook al is het wel een beetje kort, maar ja, maakt niet zoveel uit. En bedankt voor het kijken. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Of like, hoe je het ook maar wil noemen. En abonneer eventjes. Dus, blauw duimpje omhoog. En doe aan de zijkant, of aan de onderkant. Abonneren. En dan zeg ik doei.